Om de energietransitie te laten slagen en huizen van het gas af te krijgen, zet de gemeente verschillende stappen op het gebied van duurzame energie. Door het overvolle elektriciteitsnet kijken gemeenten ook steeds vaker naar een warmtenet. In de gemeente Nijmegen ligt er een plan om Dukenburg te voorzien van een warmtenet in samenwerking met afvalenergiecentrale ARN. Ook gemeente Beuningen, Wijchen en Heumen hebben interesse getoond om zich in de toekomst hierbij aan te sluiten. Een warmtenet maakt gebruik van warmte die overblijft uit de industriële sector, bijvoorbeeld bij het verbranden van restafval. ARN-directeur Rutger-Jan Pessers laat zien hoe afvalverbranding bijdraagt aan een duurzame energievoorziening. En we gaan kijken naar, in ieder geval bij de ketel. De ketel, daar wordt afval verbrand en daardoor ontstaat warmte. In die ketelwand zitten allerlei pijpen. Daar stroomt water doorheen en dat water zorgt dat die ketelwand gekoeld wordt. Dat water wordt uiteindelijk stoom. Die stoom gebruiken we dan weer om daarmee energie te maken. En die energie, dat is ook de energie die we nodig hebben voor het warmtenet. In de ketel is het ongeveer 1300 graden Celsius. Deze hitte wordt dus omgezet in stoom. En deze stoom wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Maar het kan ook worden ingezet voor het warmtenet. Die stoom die gaat uiteindelijk naar de turbine toe. Nou, de turbine is een soort set van verschillende windmolens achter elkaar. Daar staat een soort dynamo achter, zoals je van de fiets kent. Noemen we het een generator. Maar die turbine die drijft die generator aan zo naar de stroommaker. En onze aanpak is eigenlijk dat we zoveel mogelijk restwarmte, koeling vanuit allerlei onderdelen, zoveel mogelijk gebruiken voor het warmtenet. En dat is het mooie van dit systeem, dat je eigenlijk kan kiezen tussen stroom of warmte. En dat je dus altijd eigenlijk maximale hoeveelheid nut het afval kan maken. De warmte van de afvalenergiecentrale wordt op dit moment al via warmtewisselaars naar Nijmegen-Noord geleid. Warme water vanuit onze ketel, die komt langs zo'n warmtewisselaar. Die stroomt langs het water wat uit Nijmegen-Noord hier langs komt. En daarmee zorgen we dat we de temperatuur voor het warmtenet weer creëren. Om het warmtenet zo rendabel mogelijk te houden, moeten de leidingen een zo kort mogelijke afstand afleggen. ARN produceert op dit moment genoeg warmte om meerdere gemeenten in de regio te voorzien van een warmtenet. Nou, de capaciteit die wij hier hebben, die is voorlopig nog voldoende. Voldoende om ook bijvoorbeeld een Dukenburg mee aan te sluiten. Stel dat er nou daadwerkelijk al die gemeentes die nu interesse hebben ook willen aansluiten. Ja, dan zullen we een keer moeten bijbouwen om extra capaciteit te maken om ook die warmte naar een warmtenet beschikbaar te krijgen. De capaciteit die we hebben, thermisch, die hebben wij. We maken voldoende energie in de vorm van stoom. En wat dat betreft moeten we goed met elkaar samenwerken om te komen tot de juiste keuzes. Wij overwegen om bijvoorbeeld een warmteuitkoppeling te maken aan de hand van de rookgassen. En dat zou helemaal een mooie stap zijn, want daarmee heb je volledig restwarmte gebaseerde warmte vanuit ARN.